Hallo, nostalgie is een raar iets. Je kunt bij het terugdenken aan vroeger enthousiast worden van de vreemdste dingen. Zelfs de meest verschrikkelijke muziek waar je vroeger een hekel aan had, kunnen je een prettig gevoel geven. Vanuit het oogpunt van nostalgie is het Wolfgetal, de debuutroman van Laura van der Haar, een grote trip down to memory lane. Van 3S-blikjes naar de pennyrekening, van Fimo Klei naar wachten tot je moeder de tweede telefoon in huis erop had gegooid, van het Rad van Fortuin naar een prehistorisch computerspel als Key or Die. Voor jaren 90 pubers als ik een feest van herkenning. Maar de nostalgie is slechts bijzaak, de weergave van een tijdgeest. Want het is een coming-of-age verhaal over een meisjesvriendschap die nogal obsessief is. Althans, vooral Vicky, de beste vriendin van de ik-persoon, laat weinig ruimte over voor andere vriendinnen. En de ik-figuur is onder de indruk van deze Vicky, die veel durft, grote mond heeft, al vroeg geobsedeerd is door jongens en hun piemels, ze drinkt en ze rookt en in bijna alles betrekt ze haar vriendin. Dat er een duister randje aan Vicky zit, dat merk je al snel. Ze komt uit een probleemgezin, vertoont stalkerig gedrag met telefoontjes en brieven en uit haar sadisme richting dieren. De ouders van de ik-persoon hebben dan al lang door dat deze manipulatieve Vicky een slechte invloed heeft. Een aangrijpend boek waarvan de spanning niet door de plot, maar door de taal zelf wordt opgewekt. Laura van der Haar laat de beklemming geleidelijk oplopen. Van der Haar beschrijft in het eerste gedeelte vooral anekdotes waarin Vicky steeds weer de hoofdrol opeist. En eigenlijk weet je maar bar weinig van de ik-persoon. Het tempo gaat halverwege omhoog door een dramatisch voorval. Iets wat zich al had aangekondigd door stukjes uit een autopsierapport die versplinterd tussen de hoofdstukken staan. Het lijk van een meisje wordt beschreven en ook de nagels worden bestudeerd. En even flitst dan Twin Peaks door je hoofd. Diane, I'm at the Twin Peaks County Morgue with the body of the victim. What's her name? Laura Palmer. Van haar lijkt een voorkeur te hebben voor ongemakkelijke en ongelukkige momenten, zoals compleet onromantische puberseks, maar ze combineert dit met subtiele humor. Ik ren het gebouw uit en rammel driftig aan mijn slot. Dramatiek uit zich altijd op zo'n kansloze manier. Een slot dat niet opengaat terwijl je eigenlijk net moet huilen. Ik moet het achterwiel wel 10 keer laten stuiteren voordat dat kloterige kut slot openspringt. Het Wolfgetal is haast een duistere young adult te noemen qua thematiek en opbouw, maar waarin de anekdotische inhoud sterk gericht is op herkenning en nostalgie. De Titanic is natuurlijk de beroemdste boot als het gaat om scheepsrampen. Dichter bij huis en veel recenter is de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise, die in 1987 kapseisde voor de kust van België en waarbij 193 mensen om het leven kwamen. Deze ramp zorgt voor een plotwending in de roman Meer dan een minnaar van Oscar van der Boogaard. Het verhaal over twee gezinnen met veel onderhuidse spanningen en geheimen. De personages zijn op zoek naar vrijheid en geluk. En ik verklap alvast, aan het einde zeggen enkele personages de sleutel naar geluk te hebben gevonden. De twee gezinnen wonen in het Vlaamse plaatsje Sint Martens Latem met veel villa's. Het ene gezin bestaat uit Noël, een tuinier, of eigenlijk de gardenkeeper van de golfbaan, met zijn vrouw Regina, een voormalige prostituee, en hun zoon August, meisjesachtig en experimenterend met zelfgebouwde raketten. Tegenover een oude en sobere huis staat een modern kubusgebouw en daarin woont Rudolf, seksuoloog, samen met zijn tweede vrouw Elsie, die tot rust komt met origami. En Rudolfs opstandige dochter Lily, die op school beter bekend staat als de matras van Antwerpen. Van der Boogaard creëert aan de hand van deze families een sfeer van een keurige gemeente, waarbij je de scheuren in hun levens langzaam ontdekt. En dat verhaal kleedt hij aan met bijbelse verwijzingen, verwijzingen naar toneel en gedichten en met jaren 80 cultuur zoals Madonna. Oscar van der Boogaard kan mooi schrijven, maar soms lijkt hij dronken te worden van zijn eigen stijl en vergeten hij waar hij het over heeft. Een melodrama rond een goed verborgen gehouden plotwending die alles in een ander perspectief plaatst. Zoals vaak in familieromans zijn het hier de kinderen die last hebben van wat hun ouders denken, doen of juist niet zeggen. En er is natuurlijk een minnaar, of beter, meer dan een minnaar in het spel. Tot slot moet er een ramp gebeuren voordat de kinderen elkaar definitief vinden en zich losgerukt van hun ouders in hun eigen, wellicht kortstondige geluk kunnen storten. Ze zijn nog steeds te vinden. Inheemse stammen die op een eiland of in een oerwoud leven, totaal geïsoleerd van de rest van de wereld. Een van deze bijzondere stammen is te vinden op een eiland bij India. De Sentinelezen zijn een klein volkje dat geen buitenstaanders toelaat. Een volk dat pas in de 19e eeuw werd ontdekt en dat tot 1991 nooit contact had met de technologische samenleving. De regering van India heeft het verboden om dit eiland te bezoeken en een bezoek zou waarschijnlijk ook je doodsvonnis zijn. In het boek De Wilde van Marion Pauw verdwaalt Nani, een Amsterdamse vrouw, tijdens een excursie in de jungle van Panama. Ze wordt opgepikt door enkele Indianen die in haar een teken zien dat
er een school gaat komen. De komst van een school in de Indianenstam blijkt vervolgens een onderdeel te zijn van een politiek spel. De Indianenstam is totaal niet agressief. Alleen hun shaman, Hirai, de enige die Engels spreekt, is niet zo fan van deze westerse vrouw die gezellig pizza's gaat bakken met de bevolking. Via flashbacks kom je erachter dat Nani al langer de weg kwijt was. Want in Amsterdam leefde ze gedwongen niet meer in huis. Ze was vreemd gegaan en haar man en twee verwende kinderen wilden even niets meer van haar weten. Pauw kan het ook zonder bloed vergieten. Plat, oerbraaf, gemaksproza. Marion Pauw is bekend geworden als thrillerschrijfster. In het begin verwacht je ook wat spannende momenten in zo'n oerwoud vol stereotype wilde mannen. En die stereotypen zijn er volop te vinden. In de communicatie, de klederdracht, de rituele dans en de stam blijkt een iets andere visie te hebben op vreemdgaan. Aan het einde van het verhaal voelt het wat wrang dat ze de redder van de stam wordt. Dat ze een liefdevolle ontmoeting heeft en dat zelfs haar familie er wel weer terug wil. Misschien moet ze de volgende keer gewoon een bootje richting India nemen.